Welkom bij Natuurkunde Brein, de plek waarbij je leert denken als natuurkundige. In deze video gaan we het hebben over spanning en wanneer je die nou wel of niet bij elkaar moet tellen. Dus laten we snel beginnen. De eerste oefenopgave. In de teken hieronder zijn vier batterijen van elk 1,5 volt in serie geschakeld. Bereken de totale spanning die hier wordt geleverd. Wat gaan we doen? We gaan een pijltje trekken vanaf de plus naar de min. Dus als we de eerste batterij even pakken. Nou, links zit de plus en aan de rechterkant zit dan de min. Dus we steken een pijl naar rechts. Vanaf de plus naar de min. Nou, als de pijl naar rechts gaat, dan doen we plus. En andersom, dan is het min. Nou, en als we dat met elkaar afspreken, dan dat helpt ons om de opgave op te lossen. Dus nou, de eerste batterij, plus min, oftewel pijl naar rechts. Tweede batterij. Plus, min, dus ook hier een pijl naar rechts. Derde batterij. Plus, min, dus hier ook hier zo, pijl naar rechts. Nou, de laatste, plus, min, ook hier zo dus een pijl naar rechts. Nou, wat kunnen we hier dus doen? Alle pijlen zijn hier naar rechts, dus we tellen alle spanningen van elke batterij bij elkaar op. Dus 1,5 plus 1,5 plus 1,5 plus 1,5, nou, dat is samen 6 volt. Dus in totaliteit wordt hier 6 volt geleverd. Dan opgave nummer 2. Nou, zelfde vraag, alleen ze zijn iets anders geschakeld. Nou, gaan we weer. We gaan een pijl tekenen. Dus van plus naar min. Plus zit aan de linkerkant. En we tekenen vanaf de plus de richting de min. Oftewel hier is er ook een pijl naar rechts. Nou, de tweede, plus min. Ook hier een pijl naar rechts. Derde, plus min. Ook hier weer. Een pijl naar rechts. Nou, en de laatste, die is iets anders. Die heb je namelijk min plus. Nou, we beginnen met tekenen vanaf de plus. Richting de min. Oftewel, die is hier zo nu naar links. Nou, en we hadden net gezegd. Als de pijl naar links is, dan doen we min in plaats van plus. Dus de som wordt dan 1,5 plus 1,5 plus 1,5. Maar de laatste batterij staat anders geschakeld. Oftewel andersom. Dus min. Nou, in totaal is dat dan 3 volt. Opgave nummer 3 alweer. Nou, weer dezelfde vraag, alleen even goed kijken hoe die batterijen zijn geschakeld. Nou, eerste batterij, plus, min. Nou, teken een pijl vanaf de plus richting de min, oftewel naar rechts. Dan hebben we min plus, oftewel dat is omgedraaid. Dus een pijl naar links. Derde batterij. Plus, min, nou we tekenen hier weer een pijl, vanaf de plus richting de min, oftewel naar rechts is dat dan. En de laatste, min plus, weer omgedraaid, dus een pijl naar links. Nou, we hebben dus, als we hem opschrijven, 1,5, min 1,5, dus ja, die tweede batterij die staat andersom. Dan plus 1,5, die staat wel naar rechts. En de laatste batterij staat naar links, dus min 1,5. Nou, dat uitgerekend is 0 volt. Dus helemaal geen spanning in totaal. Opgave nummer 4 alweer. Nou, weer dezelfde vraag, andere opstelling. Nou, laten we kijken. Min plus, oftewel een pijl naar links. Min plus, ook hier een pijl naar links. Dan plus min, pijltje naar rechts. En min plus, een pijltje naar links. Nou, dan hebben we deze vergelijking min 1,5, want het is naar links. Min 1,5, nogmaals, het is hier ook naar links. Dan plus 1,5, het is naar rechts. En dan weer min 1,5. En dan komen we uit op min 3 volt. Nou, een belangrijke opmerking is bij dit trucje. Op het moment dat je uitkomt op een negatief getal, in dit geval min 3 volt, dan moet je nog één stap zetten. Namelijk, daaronder zet je dan neer, de totale spanning is gelijk aan 3 volt. Oftewel, een positief getal. Nou, het getalletje 3 is gewoon goed. Alleen min 3 in het totaal, dat kan niet. Dus we moeten zorgen dat op het moment dat we een negatief getal als antwoord krijgen, dat we eronder nog even neerzetten, de totale spanning is gelijk aan 3 volt. Dat was het er weer voor deze video. Hopelijk heb je er iets aan gehad. Zo ja, geef dan even dat duimpje omhoog. En dan zie ik jou in de volgende video. Later!